In de wereld van de opslagsystemen heeft het Belgische STO de voorbije 3 decennia een voorname positie weten te veroveren. De stellingbouwer uit Dottenijs, Spiere Helkijn, de nummer 3 van de wereld, maakt deel uit van de Franse Avries Groep en noemt zichzelf een maker van storage solutions. En dat is een vlag die een heel grote lading dekt. De voorbije jaren heeft STO een zeer grote know-how opgebouwd in het leveren van magazijnoplossingen voor zijn klanten. Dat gaat van heel kleine magazijnen voor kleine pakketten, kleine dozen, kleine magazijnen, tot de bouw van grote distributiecentra, al of niet geautomatiseerd, tot bijvoorbeeld 100.000 palletplaatsen. De storage solutions van STO gaan van voordelige standaardoplossingen tot en met klantspecifiek maatwerk, zoals silobouw of de automatisch aangestuurde Atlas Shuttle systemen. Om die vaak uiteenlopende verwachtingen in te lossen, beschikt STO over een eigen research en development team van ingenieurs en magazijnspecialisten. Door het ontwikkelings- en het productieproces van A tot Z in eigen hand te houden, slaagt het bedrijf erin om flexibele en voordelige systeemoplossingen aan te bieden. De missie van STO is heel eenvoudig. Het STO-team zorgt ervoor dat wij continu aan de klant de best mogelijke competitieve logistieke oplossing bieden, waarbij dat we een groot respect hebben voor veiligheid, voor de normen, voor de kwaliteit en voor de efficiëntie bij de klant. Bovendien volgen wij onze klanten in al hun internationale ontwikkelingen. Er zijn 3 grote verschillen met onze concurrenten. En veel draait rond mensen. Het eerste punt zijn de mensen achter STO. Het STO-team op vandaag telt 700 mensen en het team is eigenlijk een zeer begeisterd team die dag en nacht werkt voor onze klanten. Ten tweede hebben wij een zeer direct contact met onze klanten. Dus overal in Europa en in Azië gaat u via onze filialen directe medewerkers vinden van STO die lokaal een zeer direct contact hebben met de eindklant. En dat brengt eigenlijk de relatie met de klant zeer ten goede. Ten derde doen wij continu aan productontwikkeling. Wat van STO op vandaag een zeer competitieve onderneming maakt, maar ook een winstgevende onderneming, wat in onze sector niet altijd het geval is. In de hooggeautomatiseerde productiesite worden alle projecten op maat gefabriceerd. Pas na een computergestuurde kwaliteitscontrole en een manuele inspectie vertrekken de stellingen richting eindklant. Een van die klanten is Ecoline, dat actief is in de wereld van non-woven, poetspapier en poetslappen. Het bedrijf bouwt aan een volautomatisch magazijn dat plaats zal bieden aan 16.000 europaletten. Onlangs installeerde STO er een geautomatiseerde paletstelling. Bij Stokkabo in Moeskroen, een toonaangevend bedrijf voor diepvriesopslag, koel- en droge opslag, werden reeds verschillende magazijnen ingericht met mobiele paletstellingen, conventionele palettrekken en drive-in systemen. Momenteel bouwt STO er een uitbreiding van 16.500 paletplaatsen. Naast de kwaliteit van de gebruikte staalsoorten is een perfecte geometrie van enorm belang voor een maximale belasting en dus een optimaal gebruik van de ruimte. Bij de montage van de opslagsystemen zorgt STO ervoor dat alle uitgangspunten uit de ontwerpfase gerespecteerd worden. Ook na de montage van de magazijninrichting blijft STO op het voorplan. Het bedrijf verzorgt serviceinterventies en beheert een spare parts center voor mobiele paletstellingen en de Atlas Shuttle systemen. Aan de hand van periodieke inspecties, waarbij een inspecteur van STO alle beschadigingen en vervormingen vaststelt en indeelt in risicoclasses, neemt STO ook de laatste twijfels weg bij zijn klanten. Want ook dat zijn storage solutions.